Okay. Het is een nieuwe vlog van Rob en Yuri. Wij doen mee aan de voorrondes van de Black Chili Challenge van Continental. Dat is een bandenmerk. Ze maken ook onderdelen voor de rim en elektronica. En die Black Chili Challenge, die hebben ons, niet gevraagd, maar de opdracht gegeven om een chili op te eten. Maar goed, geen kleintje, hè? Nee, precies. Maar dat moet dus gebeuren. En wij zijn ons nu geestelijk en, ik vooral geestelijk en mentaal aan het voorbereiden. Dus we gaan zo meteen die chili in ons mond stoppen. Ja, we hebben er echt heel veel zin in, want volgens mij zijn ze helemaal niet heet. En we gaan dit doen, al rijdend. Ja, wij denken we maken er want een want uiteindelijk van. Gaat de Continental Black Chili Challenge overal rijden met auto. Ja. Dus ik zou zeggen, Rob. Zullen we maar. Hoe doen we het? Helemaal of in 1, 2, 3? Nou, ik neem 3 grote happen en dan... Doorslikken en... Shit, dat ding is groot. We gaan hem doorslikken. Oké, 1, 2. Oh! Fuck. Dit is verschrikkelijk. Hij huilt op. Oh shit. Lekker. Fuck jou, het is lekker. Ik trek het niet. Nou, goed. Nou, dit was het. In ieder geval heb ik voorlopig geen last meer van mijn maag. Dit was de vlog van Yuri en Rob. Oh, ik zie er helemaal van. En over de Continental Black Chili Challenge. Ik zeg arrivederci, ciao. Tot de volgende keer. Doei. Nou, hallo. We zijn nu 5 minuten verder. Vijf. En de pijn wordt niet minder, zeg maar. Ja, bij mij wel. We zijn heel slim geweest door geen drinken mee te nemen. Nee, en we zouden ook het filmpje maken als we vlak bij huis waren. Dat zijn we allebei vergeten. Dus we proberen nu heel snel naar huis te rijden. Ja. Om iets van water of cola of wat dan ook te drinken. Ja, als ik nu een vuurtje bij mijn mond hou, dan vliegt de auto in de brand. Oh. Dus, nee, het zakt echt nog niet. Gelukkig is dit ook een fijne Dijkjesauto. Deze Mazda 3. En we komen erop terug. Ja. Dag. Echt een leuke challenge. Jo. Ja, leuk. Jo.